Ik ben Arjan Suzenaar en ik ben teamleider van het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Wij staan op een bijzondere manier tot onze burgers. Wij zijn een hele kleine gemeente qua inwoneraantal, maar we hebben best wel een grote opgave. We zijn een belangrijke toeristische gemeente. Iedereen kent Valkenburg aan de Geul ook wel, dus dan wil je ook op een goede manier tot je burgers staan. En dat betekent niet een nummer. Als iemand hier binnenkomt, willen we ook een huiselijke sfeer creëren. We willen een persoonlijk contact tot onze burger hebben. Dat betekent ook een goede telefonie, het goed regelen van alle afspraken en dergelijke eromheen. Een persoonlijke benadering, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat kun je ook online creëren, een persoonlijke benadering. Het klantcontactcentrum van de gemeente, het KCC, ja, dat is het eerste portaal natuurlijk voor alle klantcontacten voor de hele gemeente. Wat komt daar nou zo binnen? Nou ja, goed, dat kan van alles zijn. Het kan zijn van ik wil een paspoort gaan aanvragen en fysiek kan die ook bij ons aangevraagd worden. Maar het kan ook zijn, wat heb ik nodig voor een bouwvergunning? Of ik heb een factuur gekregen, kan ik het in termijnen betalen? Noem maar wat. We hebben verschillende medewerkers, van alles en nog wat. Een beetje jonge mensen erbij, oudere mensen. Eén heeft wat meer ervaring dan de ander. Ja, het is wel heel gevarieerd, ook wel leuk. Wij zochten een nieuwe telefoonleverancier. Wij hadden een telefoonleverancier, daar waren wij niet zo tevreden over. En toen dachten we, nou moeten we het in één keer heel goed gaan aanpakken. Via hebben wij van Voice gehoord en we hebben ze uitgenodigd. Het was gelijk een heel warm contact. Het klonk goed en denk je, nou even kijken of ze ook waar voor hun geld leveren. Maar dat is meer dan waar. Wij zijn nu bijna een jaar bij hun klant en bevalt heel erg goed. Ook als er gewoon kleine issues kunnen ontstaan, nou dat gebeurt altijd wel eens iets technisch, kan ook van buitenaf ontstaan, niet per se vanuit ons of vanuit Voice. Wordt gelijk opgepakt, direct doen ze er wat mee. Ik heb niet dat ik een halve dag moet wachten op iets, nee, het gaat allemaal heel erg goed. Ik kan ook heel veel dingen van tevoren aangeven, wat serieus op antwoord komt er. Als het moet komen ze ook ter plaatse, komen ze snel. Er zijn heel veel mogelijkheden, dat is echt een hele grote verbetering. En gewoon heel warm en goed contact. Wat moeten mensen nou in Valkenburg allemaal gezien hebben? Het allerbelangrijkste is denk ik toch wel de grotten. Ik bedoel, niet iedere gemeente heeft zulke prachtige grotten als wij hebben. Maar buiten die grotten hebben we prachtige natuur. Wij hebben geloof ik al iets van 7 kastelen binnen onze gemeente. Dus ja, dat is te veel eigenlijk om op te noemen. Maar heel mooi. Alles kan.